Verplaatsen van de palingrokerij is niet mogelijk en geen verstandig idee. Dat zegt een gerenommeerd onderzoeksbureau. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om het pand op zijn originele plek te laten staan en zo snel mogelijk te beginnen met restauratie. Volgens veel deskundigen is de oude visrokerij in Brunnepen van groot cultuurhistorisch belang. De gemeente Kampen wilde in eerste instantie de panden slopen om plaats te maken voor nieuwbouwflats. Maar daar stak de rechter een stokje voor. Afgelopen dinsdag kwam de gemeente met een nieuw plan. De palingrokerij moet wel worden afgebroken, maar binnen 5 jaar ergens anders weer worden opgebouwd. Maar tijdens een politiek debat over de toekomst van Brunnepen liet onderzoeksbureau Delfgauw weten dat dat plan van de gemeente simpelweg niet kan. Een verrassing voor verantwoordelijk wethouder Bert Boerman. Ja, ik heb vanavond voor het eerst kennis genomen van die rapportage van Delfgauw. Wij hebben een rapportage dat het prima te verplaatsen zou zijn, dat het ingepakt kan worden en als geheel verplaatst. Ik moet die rapportage nog eens bestuderen en leggen naast wat wij hebben. En dan kan ik u daar een oordeel over geven. Tot die tijd blijft de wethouder bij zijn besluit. De palingrokerij moet weg. De procedure die in gang is gezet is volgens hem niet meer terug te draaien. Onzin, zegt de stichting Visrokerij, die zich inzet voor het behoud van de palingrokerij. Er zijn natuurlijk altijd momenten dat zoiets teruggefloten kan worden. En ik denk niet dat het... Dat er niemand bij gebaat is, dat het helemaal tot aan de Raad van State weer behandeld moet worden. De stichting wil de palingrokerij koste wat kost behouden voor het nageslacht. Het is de enige visrokerij in Nederland nog die op zijn oorspronkelijke locatie staat. De rest die staat of in een museum of is al een keer verplaatst of heeft een heel andere bestemming gekregen. Er gaan daarom zelfs stemmen op om van de palingrokerij een gemeentelijk monument te maken. Ja, ik moet er bijna om lachen, want ik heb in Brunnepen gewoond. Ik heb zelfs in de palingrokerij gespeeld. En ik weet ook al hoe lang dat er op deze manier bij staat. En dan denk ik van ja, neem jezelf serieus en ga nu niet in het jaar 2010 iets doen wat je ook in 1973 had kunnen doen. Toch lijkt het erop dat de stichting steeds meer steun krijgt van de overige politieke partijen. Maar het is natuurlijk wel verkiezingstijd. 4 jaar geleden is ons die hoop ook een beetje gegeven. Toen zaten we ook vlak voor de verkiezingen. En dan, na de verkiezingen, dan zakt het allemaal weer een beetje in. We hopen dat ingezien wordt dat wij voor een goede zaak aan het strijden zijn. Want nogmaals, het is geen eigen belang. We doen het voor de gemeente Kampen.